Ja, dat is een goede vraag. Kijk, een hype, het woord zegt het al, betekent eigenlijk sowieso dat dingen overgewaardeerd zijn. Maar die overwaardering, die komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want wat ik weet, mensen gaan op een gegeven moment de mogelijkheden zien, gaan zien dat er heel veel nieuwe dingen kunnen die we eerst nog niet konden. Je hebt dat bijvoorbeeld ook in de begintijd met het internet gezien, dat mensen enorme ideeën hebben over wat het zou moeten worden. Ook heel veel ideeën letterlijk in de markt gaan zetten om geld op te halen. Ja, dat heette toen de internethype, de dotcom-hype, zoals ze het ook noemden. Dat heb je hierbij eigenlijk ook gezien. En die verwachtingen worden altijd, en de geschiedenis herhaalt zich wat dat betreft iedere keer weer, die verwachtingen worden te hoog opgepompt. Vervolgens gaan de prijzen door het dak heen. En tegelijkertijd, ja, is het nog niet helemaal waar te maken wat mensen allemaal beloven. Nou, en ergens klapt dat weer in elkaar. Dat is afgelopen zomer gebeurd. Dat betekent eigenlijk twee dingen. Ja, het was overgewaardeerd. Dus ja, het was een hype. Maar was het terecht dat er een hype was? Ik denk het wel, want de mogelijkheden die NFT's ook bieden, daar is veel mee geëxperimenteerd. Het is duidelijk geworden dat die er ook echt zijn. Ja, en het is nu aan alle techneuten en alle kunstenaars om verder te bouwen aan de hand van van die experimenten, zodat we over 2, 3 jaar daadwerkelijk al die grote verwachtingen die er geschetst zijn, dat die ook waargemaakt gaan worden. En dan krijgt hij weer een hype, want die geschiedenis gaat zich weer herhalen. Dat Ja, is maar wel alweer. leuk om even te kijken dan naar van wat die nieuwe mogelijkheden dan zijn. Want je geeft aan, er wordt veel geëxperimenteerd. En als we het hebben over NFT's, dan hebben mensen het vaak over kunst. Terwijl eigenlijk het woord NFT, dat betekent helemaal niet kunst. Dat betekent dus dat we te maken hebben met een bewijs van, of een uniek bewijs van digitaal eigendom eigenlijk. Laten we eens kijken naar dan die mogelijkheden, of die use cases in dit geval. Kun je een aantal van die use cases beschrijven? Ja, dat kan ik. En met veel plezier, want dit is precies dus waarom ik denk dat die hype wel terecht was. Want uiteindelijk gaan we met onze hele samenleving, in alles wat we doen, gaan we naar, ja, zoals we dat zeggen, digital first. Dus alles gaat een digitale component krijgen. Nou, er wordt als eerste veel geëxperimenteerd in kunst. En experimenten kunnen ook in kunst, omdat kunst ongereguleerd is. Kunstenaars kunnen altijd breed en ruim denken. En dat betekent dat die als een van de eersten dus bij deze technologie de mogelijkheden zagen. Maar we gaan veel meer online doen. En bijvoorbeeld al je persoonsgegevens, en denk daarbij aan je paspoort, aan je rijbewijs, aan je, nou, je Albert Heijn bonuskaart is volgens mij niet persoonsgebonden, maar al die persoonlijke gegevens die je hebt en je persoonlijke data, die kunnen in de toekomst ook enige vorm van NFT in zich gaan hebben. Oké. Dit gaat overigens het langste duren nog. Om twee redenen. Het gaat over hele belangrijke dingen, je persoonlijke gegevens. Dus dat moet heel erg goed doordacht worden. Dat is al een ingewikkeld proces. Bovendien zijn de instanties die daar nu mee bezig zijn de minst innovatieve instanties die we kennen. Dan moet je denken aan de overheid, de Belastingdienst, nou, noem ze allemaal maar op. Dus die hebben gewoon tijd nodig om zich aan deze nieuwe realiteit aan te passen. Datzelfde geldt ook voor scholen en universiteiten. Die zijn ook niet super innovatief, maar wel innovatiever. En wat je denk ik de komende jaren gaat zien, is dat diploma's en certificaten bijvoorbeeld, of oorkondes, het is een beetje afhankelijk van hoe belangrijk je het maakt, ja, die zullen op een bepaalde manier ook als NFT uitgegeven gaan worden. Ik kijk daar zelf heel erg naar uit, want ik heb mijn diploma's wel, maar die liggen ergens onderin, achterin een stoffige kast, onderin een doos met al mijn oude spullen. Hoe tof zou het zijn als ik gewoon op mijn mobiel aan iemand kon laten zien: hé, hey, hier, dit is de opleiding die ik gedaan heb. Is voor iedereen makkelijker, is voor zowel de eventuele baan die ik zoek, maar ook voor mezelf veel handiger om te hebben als het digitaal is.
Dus ik denk dat dat er eentje wordt in de komende jaren waar scholen en universiteiten mee zullen gaan experimenteren. Wat je nu al ziet is tickets, toegangskaartjes. En zonder dat je het weet zullen toegangskaartjes voor bijvoorbeeld festivals of concerten zullen voor een deel al blockchain technologie en non-fungible tokens in zich hebben. Dat gebeurt allemaal in apps al tegenwoordig. Dus het is heel makkelijk om dat als NFT uit te geven. En steeds meer concerthallen of festivaltreinen zijn hiermee al aan het experimenteren. Ja, dus er is toch ook een Nederlandse partij die dat al doet met de verkoop van kaartjes, volgens mij, voor concerten. Ja, dat is Guts Tickets. En die zijn al een behoorlijk grote partij hierin. Dus daarin zie je dat ze de echte wereld al raken. Alleen ja, ze noemen het geen NFT, want het boeit eigenlijk ook niet heel erg dat het een NFT is. Het is gewoon een ticket. Het is gewoon een ticket. Dus ik zeg ook vaak tegen mensen, je moet de NFT eigenlijk zien als een videoband, cassetteband, CD-ROM. Het is een informatiedrager. Maar uiteindelijk gaat het erom wat op die drager staat. Dus het gaat niet om die drager zelf. En dus die, als er op die NFT een ticket staat voor een concert waar je naartoe wil, dan gaat het om de toegang tot dat concert. En dat het een NFT is, dat boeit allemaal niet zo. En datzelfde geldt ook bij die laatste. Kijk, als jij kunst wil kopen, dan koop je die kunst. Dan koop je geen NFT. Dan is het de kunst waar je je toe aangesproken voelt. Of het kan ook een collectible zijn of een Pokémon kaart. Het boeit je niet wat de informatiedrager is. Het gaat om de informatie die erop zit. En bij die verzamelobjecten, en dat is eigenlijk een hele mooie, daarin zie je nu dat er al een enorme verschuiving plaatsvindt naar het digitale. Dus er is al heel veel kunst die in NFT-vorm wordt uitgegeven, maar ook in-game assets, Pokémon-kaarten. In toenemende mate zijn die al tot NFT aan het transformeren. Dus zo zie je dat van deze vier, ja, hoe lager je op de lijst komt, hoe vaker ze al gebruikt worden eigenlijk. Ja, dus eigenlijk die NFT's, dat stuk technologie, zou je voor allerlei digitale zaken kunnen gebruiken die je kunt eigenen. En de tickets zijn de verzamelobjecten, kunst, in-game assets, et cetera, zijn daar nu hele populaire en al bekende en een beetje geteste voorbeelden van. Maar we kunnen natuurlijk ook kijken naar, weet je wel, naar verschillende vormen van non-fungible tokens. Want je had het over een token, ja, die non-fungible is. Nou ja, dat is dus per definitie niet inwisselbaar. Maar er schijnt ook zoiets te zijn als bijvoorbeeld een soulbound token, als we het hebben over de categorie NFT's. En dat is dus weer een NFT die waarschijnlijk alleen maar voor jou kan zijn. Of hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, als je het helemaal nadenkt over niet inwisselbaar, is er uiteindelijk maar één ding wat niet inwisselbaar is. En dat is wat jij zelf bent. Dus alles wat jij zelf creëert aan data, aan informatie. Ja, dat is uiteindelijk alleen aan jou gelinkt. Nou, en er zijn allemaal slimmerikken bezig geweest. Die hebben gedacht van ja, hoe kan je nou een token creëren wat eigenlijk vasthangt aan alles wat jij zelf creëert. Aan jouw ziel, zo gezegd. Mm-hmm. Zo, dit is hoe ik de soulbound token begrijp. Maar het concept is ook volgens mij nog heel snel in ontwikkeling. Maar ja, het gaat dus om een token wat uniek aan jou toebehoort en alles wat jij op het internet produceert. Soulbound, dat klinkt ook mooi. Dat doet me ook wel een beetje denken aan van, het is wel een beetje ver weg, een soulbound token. Alles wat toebehoort aan de ziel, aan de identiteit, aan het zelf. Het is wel iets waar ze nog goed over na moeten denken. Maar nou, die toekomst. Laten we naar die toekomst gaan. Laat mij daar één ding over zeggen, Ron. Ja, vertel. Waarom het verhaal of het deel van persoonsgegevens zo lang duurt in het ontwikkelen. Want dit gaat over echt hele belangrijke gegevens. Over hele belangrijke filosofische concepten zoals het ik. Wat betekent om te zijn? Weet je, en daar zullen we nu niet te diep over op ingaan. Maar dit is wel waar op de achtergrond ook door heel veel slimme mensen over nagedacht wordt, over gediscussieerd wordt. Omdat mensen ook snappen dat als je die technologie verkeerd inzet, ja, dat we dan een wereld kunnen creëren die we niet willen. Ja.
ik ben zelf heel blij dat die ontwikkeling niet zo snel gaat. Want dit zijn ook gewoon hele belangrijke dingen waar we als samenleving ook goed over na moeten denken. Ja, ja een goede, ja, goede aanvulling. Want inderdaad, die toekomst, als je hem te snel bouwt, dan ga je denk ik fouten maken die je misschien niet op tijd kunt herstellen. Maar laten we eens eventjes eerst kijken naar die toekomst. Want hoe zit dat nou met NFT's in de toekomst? En vooral, hoe denk jij dat we die NFT's gaan gebruiken? Net hadden we al een aantal voorbeelden. Maar wat denk jij nog meer? Nou ja, ik denk de mogelijkheden zijn echt eindeloos. En ik zie het vooral voor me dat we eigenlijk dag in dag uit met de mobiel in de hand, letterlijk hoe we waar we maar komen, NFT's tonen om of het nou is onszelf te identificeren, misschien ergens korting te krijgen, ergens toegang te krijgen. Het zal een soort permanente verweven zijn in ons leven. Het unieke digitale eigendomsbewijs, ja, dat kan eigendom van alles zijn. Dus ik denk dat dat goed is om te weten. Als je het een praktische vorm toetrekt, ja, dan denk ik op korte termijn bijvoorbeeld, en volgens mij zijn jullie daar ook mee bezig, Raoul, dat je voor als je een cursus bij CryptoTakkies doet, dat je daar letterlijk een diploma of een certificaat krijgt, wat door CryptoTakkies is uitgegeven en wat dan daadwerkelijk in jouw wallet komt en waarmee jij aan mensen kan laten zien, hey jongens, ik weet hoe NFT's werken, want ik heb bij CryptoTakkies deze opleiding gevolgd. Ik denk dat dat er eentje is die voor mensen nu, als je er nog niet zoveel mee bezig bent, best ver weg voelt. Waar je bewijzen van aan het eind van deze les al toegang toe zou kunnen krijgen. Ja, ja nou, dat is een hele toffe. Ja, ik denk dat dat het leuke is van NFT's. Het is gewoon dat stukje onderliggende technologie. Want het gaat erom, we willen een certificaat uitgeven. Maar wel een certificaat dat alleen toebehoort aan jou bijvoorbeeld, die nu deze les volgt. En dat zou dus heel tof zijn als het dan of middels een NFT gaat, of dat we dat doen met een zogeheten verified credential. Alleen dan werk je met SSI en dan werk je dus net met een andere infrastructuur. Maar het maakt niet zoveel uit, want het gaat over de uitgifte van het certificaat. Dat jij kan bewijzen en kan laten zien dat jij iets hebt gedaan. En vooral ook dat mensen dat kunnen checken, dat dat bevestigd kan worden. Of dat we dat kunnen verifiëren. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek en wel heel vet. Want wat het ding is, we zien hier staan, diploma is een NFT. Nou ja, super tof dat dat op de Polygon chain kan. Maar we weten ook dat er regelmatig in die crypto sector dat er wel eens wat misgaat. En ik denk dat het ook goed is om eventjes een aantal van die risico's, om daar eventjes naar te gaan kijken en die te benoemen. Dus wat voor soort risico's zie jij allemaal in deze crypto sector op het gebied van NFT's? En om te starten met waarde en prijs, wat zie je allemaal?